Geachte leden van de Raad van Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune, mensen thuis en de media die ons beluisteren. Ik open de raadsvergadering van dinsdag 19 december 2017. Van harte welkom hier in het gemeentehuis in Hardenberg. Wij hebben een agenda te gaan met elkaar. En bij de opening maak ik melding van de afwezigheid van de heer Botter, de heer Van der Wel, de heer Nijhoff, de heer Reiling en de heer Bakhuis. En mevrouw Baanslag is ergens in het gebouw, zullen we maar zeggen. En onderweg naar deze raadzaal toe. De vergadering is geopend, de mededelingen zijn gedaan. Voorzitter. De heer Brink. Als u mij toestaat, zou ik nog een kleine mededeling willen doen, want u heeft hem al afgehamerd, zag ik. Ja, maar toch... ja, eigenlijk zou het niet kunnen, maar als ik het nou bij actuele vragen rond. Ik wil het ook doen bij de rondvraag. Nee, u mag het nu doen. Oké, dank u. Dank u wel, voorzitter, want zoals de meesten van u de afgelopen periode ongetwijfeld hebben gemerkt, kon er via www.mtg2018 een vragenlijst worden ingevuld over de toegankelijkheid van alle gemeentes van Nederland. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in 5 genomineerden. En die 5 genomineerde gemeenten worden in de aankomende maanden voorzien van een verdiepend onderzoek op het gebied van toegankelijkheid. En het gaat met name over de levensdomeinen wonen, werken, leren en vrije tijd. En gisteren heeft onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, bekendgemaakt wie de 5 genomineerde gemeentes zijn. En nu blijkt, is de gemeente Hardenberg als 2e gemeente van Nederland het meest beoordeeld. En dat maakt dat wij nu officieel kans maken om de meest toegankelijke gemeente van Nederland te worden. Als voorzitter van de inclusiewerkgroep wil ik iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt en op onze gemeente gestemd heeft. En dat doe ik natuurlijk niet alleen namens mezelf, maar ook namens de mederaadsleden mevrouw Kloekos van de Partij van de Arbeid en ook namens de heer Wils van de ChristenUnie. Maar zij zijn, net als mij, raadsleden die nauw betrokken zijn geweest bij dit gehele proces. Wij als werkgroep zien het onderzoek met heel veel vertrouwen tegemoet en zijn er trots op dat er hele concrete stappen worden gezet om uiteindelijk te komen tot een inclusieve samenleving. En in maart volgend jaar volgt de definitieve uitslag en daarvan houden wij u uiteraard graag op de hoogte. Dank u wel. Ja, fijn, dank u wel voor deze toelichting en opmerking als voorzitter van de inclusiewerkgroep, waarvan akte en we wachten vol spanning de uitkomst van dit onderzoek af. En hopen dat het beste dan. Akkoord. Andere punten voor de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar agenda punt 3, de vaststelling van de agenda van vanavond. Ja, voorzitter. De heer Van der Grampel en de heer Rodemond. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Na intens overleg met mijn fractie heb ik het voorstel om agenda punt 7, het aankoop van het pand Rabobank Spindeplein, te verhuizen naar de Hamerstukken. Dat is akkoord ook voor de andere raadsleden hier aanwezig. Dan wordt dat een Hamerstuk. Dat blijft agenda punt 7. Maar dan beginnen we vooralsnog daar met de Hamerstukken. Tenzij de heer Van der Grampel. Dank u, voorzitter. Agenda punt 6 staat nu genoteerd onder de bespreekstukken. Dat was op ons verzoek tijdens de oriënterende ronde. Dit is gevolgd door schriftelijke reactie van het college. Voorstel tot aanpassing van de verordening. En dat maakt dat het wat ons betreft heel goed naar de Hamerstukken kan worden overgeplaatst. Akkoord, daar zijn de anderen ook mee akkoord. Dat betekent dat we geen bespreekstukken meer hebben, maar enkel nog Hamerstukken in deze laatste raadsvergadering van 2017, althans zoals het er nu naar uitziet. Akkoord, daarmee is de agenda vastgesteld. En komen wij bij het spreekrecht voor de agendapunten. Daar is niemand die zich heeft gemeld, ook nu niet. Voor de Hamerstukken is ook wat lastig, maar niet uitgesloten. Dan agenda punt 5, de vaststelling van de besluitenlijst van de besloten raadsvergadering, de dato 4 december 2017. U bent akkoord daarmee en ook zijn er geen andere punten binnengekomen. Dan kunnen wij die besluitenlijst definitief vaststellen. Brengt ons bij de Hamerstukken van vanavond, agenda punt 6.
Zoals gezegd, de aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Is er behoefte aan een stemverklaring? De fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft in de oriënterende ronde een vraag gesteld en hebben de schriftelijke reactie van de wethouder ontvangen. Hiervoor dank. We zijn hier voorlopig tevreden mee, maar zullen een vinger aan de pols houden met betrekking tot de overgang van de gemeentelijke voorziening naar de WLZ of zorgverzekeringswet. Ook dank richting de fractie van de ChristenUnie voor de voorgestelde wijzigingen. Wij kunnen instemmen met deze verordening. Akkoord, dank u wel. Dan brengen we het voorstel in stemming. Ik vraag u, kunt u instemmen met voorstellen rondom aanpassing verordening, maatschappelijke ondersteuning, Partij van de Arbeid akkoord op koerspunt nu, D66, VVD akkoord, GroenLinks, ChristenUnie en CDA akkoord. Daarmee is dit voorstel raadsbreed aangenomen. Dank. Brengt ons bij agendapunt 7, aankoop Pand Rabobank. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. U kunt instemmen voorzitter, met... Voorzitter, ik onthoud me even van stemming als ik niet... Ja, dan... Haal ik even adem. Kunt u de zaal verlaten. En dan breng ik het voorstel in stemming. Aankoop Pand Rabobank Spendeplein Hardenberg. U kunt immers stemmen met de aankoop met het voorstel zoals het voorligt. CDA, ChristenUnie, VVD, D66 op koers.nu, PvdA akkoord. Akkoord, daarmee is het voorstel aangenomen. En komt mevrouw Van der Hoek terug in de ring. Agenda punt 8, de beheersverordening correctieve herziening, meerstal 2, Klooster Haar. Geen stemverklaring zie ik. U kunt instemmen met het voorstel. Raadsbreed, iedereen akkoord van de aanwezigen. Agenda punt 9, vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Centrum, voormalige zwembadlocatie. Geen stemverklaring constateer ik. U bent akkoord, u kunt instemmen met het voorstel zoals voor ligt. Alle aanwezigen in de raad hier zijn akkoord. Dank. Agenda punt 10. Vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg-Lindeldijk 5 in Radewijk. Geen behoefte aan een stemverklaring. U stemt in met het voorstel. Akkoord. Agenda punt 11. De rondvraag van deze raadsvergadering van dinsdag 19 december. Geen behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. Dat brengt ons bij het laatste onderdeel van deze raadsvergadering, maar ook van deze, dit jaar, dit raadsjaar 2017. En zoals we in Hardenberg als goed gebruik hebben, valt daaronder een terugblik van de Nestor, van de raad van de gemeente Hardenberg. En ik geef graag het woord aan mevrouw Kelder om ons nog eens even mee te nemen en terug te blikken op het afgelopen vergaderjaar. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad, dames en heren, het publiek. Sinds 25 oktober 2016 mag ik mijzelf Nestor van deze raad noemen. Het is voor mij een eer u als Nestor van de raad toe te mogen spreken. De bedoeling van zo'n toespraak is dat we terugkijken waarover we het afgelopen jaar mochten besluiten. En ook al een beetje vooruitkijken op het komende jaar 2018. Ik lees op internet dat Nestor een Griekse jongensnaam is. Het betekent thuiskomst. En zo voelt het voor mij ook. In deze gemeenteraad zitten mensen, inwoners van Hardenberg, die de gemeente Hardenberg een warm hart toedragen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn. Maar dat hoeft ook niet. Hier in Hardenberg wordt gelukkig niet op de man gespeeld. In het afgelopen jaar waren er 26 raadsvergaderingen en 29 oriënterende rondes. En hebben we tijdens deze raadsvergadering vele besluiten genomen, 14 moties en 4 amendementen aangenomen en heel veel insprekers gehoord. Ook zijn er dit jaar, om duidelijkheid te krijgen over bepaalde onderwerpen, 20 schriftelijke vragen gesteld. Er is dus wel degelijk heel veel gebeurd.
We hebben ook heel wat plannen en visies vastgesteld. Ik noem er maar een paar. Zoals doorontwikkeling, vrije tijdseconomie, Harderberg. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018. Beleidsplan Leven zonder geldstress 2018-2020. Kaders duurzame energieopwekking. Detailhandel structuurvisie gemeente Harderberg. Beeldend gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De jeugd. Hoe bereiken we als raad deze groep jongeren? Dit jaar zijn er dan ook weer diverse jongerendebatten georganiseerd. Zo zijn studenten van het Alpha College, de Zeven Linden en het Grijdanus hier in de raadzaal geweest om met elkaar in debat te gaan. Mooi dat politiek ook dit jaar weer leeft bij de scholen. Niet alleen tijdens de debatten zit de raadzaal vol. Ook was dit het geval tijdens de behandeling van de begroting. En zelfs vanavond weer. De inwoners van de Krim willen graag dat er €800.000 beschikbaar komt voor een multifunctioneel centrum in de Krim. Het leek wel of heel het dorp was uitgelopen om de insprekers een hart onder de riem te steken. Geweldig dat onze burgers hun stem laten horen. Wat hebben wij zoal in de gemeenteraad meegemaakt in 2017? Zo is Arjenne Roelofs benoemd als raadslid namens het CDA voor de vertrekkende Dirk van der Valk. Dirk werd als fractievoorzitter opgevolgd door Martijn Breukelman. En dat is vrij geruisloos gegaan. Toch best een prestatie om de grootste fractie zo in toom te houden. Een volgende krachttoer wacht straks in maart om voor de vertrekkende wethouder Douwe Prinsen een waardige vervanger te vinden. Douwe, een markant figuur, soms een boef, maar wel een plezierige boef. Een wethouder waarvan we nog zeggen, zo worden ze niet meer gemaakt. Ook de nodige reuring in de tweede fractie qua omvang. De ChristenUnie. Zaken Christian Stelpstra volgde Wim Boersma op als fractievoorzitter. En Zaken heeft er zin in. In korte tijd is hij de nationale driekleur en deed het oudste beroep ter wereld bijna in de ban. Net als het CDA neemt ook de ChristenUnie afscheid van haar wethouder, Jannes Jansen. Iets minder flamboyant dan Douwe, maar wel zeer betrouwbaar. Aan Jannes durven we de portemonnee wel toe te vertrouwen. Net als zijn partijgenoot, oud-wethouder Arie Pauwels, was Jannes het financiële geweten van onze gemeente. Jannes, bedankt. Dan de laatste wethouder die in maart afscheid neemt is René de Vent van de Partij van de Arbeid. René heeft zich met hart en ziel ingezet voor het sociale domein. Hij was de man die de noodzakelijke verbindingen legde tussen diverse instanties die wij kunnen betekenen voor mensen in onze gemeente die niet beschikken over een dikke portemonnee of digitaal rood staan. De VVD is een hoofdstuk apart. Bert Gelling wist zijn fractie zonder verkiezingen op te werken tot de derde partij in deze raad. Door slim personeelsbeleid zwaait Bert na de komst van Petra Baarslag en Stella Hansen de scepter over een vijfkoppige fractie. Menig voetbalclub kan er een voorbeeld aan nemen. Mooie transfers met gesloten beurs. D66 met stip, de nieuwkomer in deze raad met 2 zetels.
Aan voorman Jacco Rodemond heeft het niet gelegen dat hij op het eind van de rit als eenmansfractie eindigt. Dat geldt ook voor Anne van den Hoek van GroenLinks. Zij heeft dat partijtje zeker meegeblazen. Ook al liep ze volgens sommigen wel eens voor de muziek uit. Maar Anne is geen meeloper en zal dat ook nooit worden. Zo, nu het eruit ziet, zoals het nu eruit ziet, haalt op koers.nu de eindstreep in volle bezetting. Maar prijs de dag niet voordat het avond is, zou een fractiegenoot van mij zeggen. Voor op koers.nu kwam Sinterklaas één dag te vroeg. De BOH, onze natuurlijke vijand, werd al op 4 december deels ontmanteld. Ja, wij twijfelen nu wat we volgend jaar voor Sinterklaas moeten vragen. Als vrouwen in de gemeenteraad hebben we weer een aantal keren de vrouwenborrel gehouden. Iets waar ik persoonlijk erg van genoten heb. Eigenlijk was het niet alleen genieten. Het was ook toenadering, begrip voor elkaar en gewoon hartstikke gezellig. Deze houden we erin. En last but not least is de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Snijders, herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg voor een periode van 6 jaar. Dus daar zijn we nog niet vanaf. Als burgemeester moet je dan ook aan heel veel dingen denken. Op 31 oktober had de burgemeester zijn gedachten er waarschijnlijk niet helemaal bij. Of hij dacht, de herbenoeming is binnen. Hij zat de raadsvergadering voor zonder ambtsketen en vergat hij voorafgaand alle raadsleden welkom te heten. Het zij hem vergeven. ...2018 wordt een spannend jaar. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Nieuwe partijen, nieuwe fracties, nieuwe raad. Welke fractie mag zich straks de grote winnaar noemen? Eén ding is zeker, er gaat veel veranderen binnen onze gemeenteraad, binnen het college. Meestal ben ik kort van stof. Vandaag even wat langer. Leden van de Raad, aan het einde van dit jaar 2017 bedank ik mede namens u iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van de gemeenteraad, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Daarbij noem ik de Griffie, de ambtelijke staf en medewerkers, de bodes en de pers. En ik bedank u, allen leden van de raad en het college, voor jullie grote inzet in 2017. Ik wens u dan ook allen en uw naasten fijne kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2018. Dank u wel. Dank. Mooie terugblik zo op het jaar met allerlei gebeurtenissen van personen en onderwerpen die hebben gespeeld hier in de gemeente Hardenberg. We komen aan het laatste agendapunt, dat is de sluiting van deze vergadering. De laatste raadsvergadering, zoals gezegd, van 2017. Ik wens u allemaal een heel goed, hele fijne feestdagen en een goed uiteinde. Gezond en veel geluk ook in het volgend jaar gewenst, maar dat doen we bij de nieuwjaarsreceptie natuurlijk ook weer. En die zal zijn op 2 januari aanstaande. Om 19:30, s'avonds bent u hier allemaal van harte welkom in het gemeentehuis om stil te staan bij het nieuwe jaar wat dan weer op ons afkomt. Fijne dagen gewenst, ga u goed en tot in 2018. Ik sluit de vergadering.